Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wij zijn van de BOVAG. Ja. En wij doen een jaarlijks onderzoek naar de staat van de Nederlandse caravan. Ja, kijk, waar u goed op moet letten bij de banden is uiteraard dat u genoeg profiel heeft. Dat zal ik even voor u meten. Nou, dat is gewoon perfect. Hij geeft 9 mm aan. Ja. Dus dat is gewoon helemaal goed. Nou, de gasslang. Hier zien we een oranje gasslang. Een oranje gasslang die mag in de regel 4 jaar meegaan voor optimale veiligheid. Omdat de gasslang is van rubber. En na ongeveer 4 jaar wordt de kans op scheurtjes groter. Waardoor de kans op een brand ook groter wordt. Wist u dat, meneer? Ja, deze is nieuw. Deze is inderdaad hartstikke nieuw. Deze is van het jaar 2008. Ik krijg een beurtje ieder jaar. Als dat noodzakelijk is, en dan worden noodzakelijke onderdelen vervangen. De gasleiding wordt ook even afgeperst. Maar je controleert het elk jaar of alles in orde is? Ja, dat laat ik bij de dealer doen. Je neemt geen risico's natuurlijk. Hè? Ja, dat is een makkelijke klant voor jullie. Ja, dit is een hele goede klant, maar zo zien we ze ook graag. Nee, maar deze is helemaal goed. 2008 staat erop. Het is perfect. Als je brand krijgt, ja, ook je naastliggende buren of misschien wel heel de camping kan dan in de brand gaan. Dus veiligheid is gewoon heel belangrijk, dus ook die keuring. Omdat je daarmee je veiligheid waarborgt. Maar waarom is deze keuring nog niet verplicht? Nou, die keuring die zijn ze proberen door te voeren. Alleen er zijn twee partijen die elkaar tegenspreken in dit geval. En in dit geval is dus de APK voor de caravan nog niet ingevoerd in Nederland. Omringende landen hebben dit wel, Nederland nog niet. Okay. Mogen we een rondje maken langs de caravan? Ja, perfect. Ja. Ja, dan beginnen we bij de banden weer. Kijk even mee, zo wel. Ja, dan hebben auto's die moeten 1 keer per jaar gekeurd worden. Voor caravans hoeft dat helemaal niet, hè? Nee, een beetje vreemd hè, in Europa. We staan hier op een kilometer van België en ook dicht bij Duitsland in het zuiden van Limburg. En om ons heen is het overal verplicht in de Europese landen. En Nederland, de meeste caravans ter wereld in dit kleine landje, die hebben geen verplichting op de kwaliteit van caravans. Nou, het zou toch goed zijn voor de veiligheid, zowel op de weg, op het verkeer, als de recreatieveiligheid, dat we toch gewoon naar een verplichte keuring gaan. Eens in de 2 jaar de caravan even laten controleren, is geen overbodige luxe. En een prijskaartje, denkt de gemiddelde Nederlander dan meteen? Ja, terechte vraag, maar als je weet dat een groot deel van de caravans toch in onderhoud is, die hebben geen extra kosten. En je bereikt er juist de mensen mee die er nooit niks aan doen. En die zullen inderdaad wat keuringskosten krijgen, maar dat is ook voor de eigen veiligheid. En voor de veiligheid van alle kampeerders om hen heen. Kijk, hier hebben wij een te oude gasslang. Kijk, deze komt, als ik het heel goed kan lezen, uit 1998. Dat wil dus zeggen dat die 10 jaar oud is. Wij schrijven voor om hem na 4 jaar te vervangen vanwege de veiligheid. Ja, deze is gewoon echt te oud. Dus de kans dat het hier mee fout kan gaan is gewoon een heel stuk groter. En zo'n gasslangetje kost 5-6 euro. Dus dat zijn de kosten ook niet. Dat is dan toch een risico. Dan zie je, die ene meneer heeft een prachtige caravan staan, die neemt geen risico. Maar zijn buurman, die brengt hem ook in gevaar. En dat is natuurlijk wel zonde en te risicovol en onnodig.